Deze keer ga ik een foto omzetten naar een zwart-wit foto door middel van Silver Effects Pro. En dat komt uit de NIC-collectie. Daar hebben we al eerder filmpjes over gemaakt. En ik ben nog niet klaar met alle onderdelen. Om te beginnen ga ik deze laag eerst omzetten naar een slim object. En dat doe ik gewoon door op de layer met rechts te klikken en te selecteren omzetten in slim object. Wat heeft dat als voordeel? Dat betekent dat ik in een later stadium altijd nog een keer terug kan naar mijn bewerkingen. Want als ik standaard het filter toe ga passen, dan kan ik mijn filter gewoon instellen, op OK drukken en kan ik het later nooit meer veranderen. En dat is toch wel zonde. Als je je laag hebt omgezet naar een slim object, dan zie je dat er een heel klein vierkantje bij staat en het slotje wat normaal aan de rechterkant staat, dat is weg. Nu wordt het tijd om Silver FX te openen. En dat zit bij mij boven bij filter, Nik Collection, Silver FX Pro versie 2. Je krijgt dan deze melding omdat het een slim object is. Um, ik ving dit gewoon even aan en ik druk op OK. Heb je nou geen slim object, dan krijg je dit niet. Standaard zul je gewoon één foto zien. En heb je aan de linkerkant een aantal previews. En die kun je natuurlijk gewoon selecteren. En als je denkt van hé, hey, dit is wel wat ik zoek. Dan kun je gewoon op OK klikken en ga je verder. Maar ik hou hem even op neutraal. Ik schuif dit aan de kant. En ik ga gewoon. Twee foto's bekijken. Ik heb links mijn neutrale omzetting en rechts uh, de omzetting zoals die uiteindelijk gaat worden. Want ik ga aan de rechterkant van het filter werken. Dat is namelijk veel interessanter. Je ziet er een aantal dingen staan, um, vijf in dit geval, en die hebben alle vijf een uitklapmenu met een aantal eigenschappen. We gaan ze gewoon allemaal even doorlopen. Ik begin met helderheid, contrast en structuur. Brightness, dat is de helderheid, dat spreekt op zich voor zich. Je foto wordt lichter of donkerder. Um, contrast bepaalt het verschil tussen licht en donker. En structure doet ongeveer hetzelfde, maar dan op lokaal niveau. Als je dat bijvoorbeeld helemaal openzet en ik pas het contrast wat aan, dan zie je bijvoorbeeld in mijn, uh, in mijn wolk rechtsboven dat daar een klein donker randje omheen komt. Nou, dat is op zich niet zo fraai, dus probeer dat te voorkomen. Je kunt de structuur wel iets omhoog zetten, maar laat dat zwarte randje, als dat op begint te vallen, laat dat in ieder geval achterwegen. Daarna nog uh, Tonality Protection, dus dan kun je in de, in de schaduwpartijen of in de hooglichten nog net even uh, de toepassing van Contrast of Brightness uh, wat temperen. Is op zich vind ik, ja, je kunt er een beetje mee spelen en dat is natuurlijk met het hele filter. Je kunt met alle waardes gewoon spelen totdat het uh, uh, naar je zin is. Ik zelf blijf daar in principe uh, gewoon vanaf. Ook hier weer selective adjustments. Dus we kunnen een controlepunt neerzetten. Daar heb ik eerder al een filmpje over gemaakt. Klik er, uh, klik er boven gewoon even op. En dan heb je brightness, contrast en structure gewoon op lokaal niveau. En zo kun je dus verschillende punten uh, in je foto ook lokaal aanpassen. Is op zich wel grappig. Daaronder het kleurenfilter. Als je een beetje met zwart-wit fotografie bezig bent geweest in het verleden, dan weet je wat kleurenfilters doen. Um, ben je dat niet? Nou, dan ga ik het je een klein beetje uitleggen. Um, je hebt in een foto heb je, uh, kleurtonen. Ik ga gewoon even naar de originele foto in bridge. Ik zal even alleen deze laten zien. Ik heb in deze foto bijvoorbeeld in de lucht en in het water bepaalde blauwtinten. Er zit groen in de bergen en in de daken van het kasteel onderin zit er rood. Ga ik dit nu omzetten in zwart-wit, dan wordt het gewoon grijs. Maar ga ik bijvoorbeeld voor mijn lens een blauw gekleurd filter plaatsen, dan ga ik het blauwe licht in de foto beïnvloeden. En als ik hem dan omzet naar zwart-wit, dan krijg ik een heel ander effect. Juist in die blauwe tinten. Ga ik bijvoorbeeld terug naar het filter. Standaard zal er gewoon een, een grijs filter geselecteerd zijn. De, de sterkte staat op 0, dus in principe is hier geen filter toegepast. Maar selecteer ik nu bijvoorbeeld het rode filter. Dan zie je dat die sterkte naar 66 gaat. En je ziet dat dat ook effect heeft in mijn foto. Als ik bijvoorbeeld Global Adjustments en Selective Adjustments even uitzet. Dan heb ik nu dus alleen het effect van het kleurenfilter. En je ziet vergeleken met mijn linkerfoto dat dat in de rechter een klein beetje uh, invloed heeft. Selecteer ik bijvoorbeeld de blauwe. Dan zie je dat echt een wereld van verschil wordt. Je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, Hue de kleurtoon uh, verplaatst wordt. Nou, die kun je natuurlijk zelf nog aanpassen om een eigen kleur uh, op je kleurenfilter te selecteren. En ook de, de sterkte kun je aanpassen. En zo kun je dus een klein beetje spelen met uh, kleurenfilters en dus bepaalde tinten in je foto in één keer helemaal aanpassen. Ik ga gewoon voor deze. En ik zet de andere twee weer aan. Tot zover eigenlijk niks bijzonders vergeleken met wat je gewoon in Photoshop met het zwart-wit filter of met helderheid en contrast kunt aanpassen. Je hebt daar ook gewoon een fotofilter in, of je kunt een, een solide kleur erin zetten. Dus in principe kan dit ook gewoon met aanpassing slagen. Maar nu komt er eigenlijk de echte sterkte van het filter omheen kijken. En dat is film types. En als ik dat opent, dan zie je dat je op zich een pull-down menu hebt. En daaronder staan uh, grain sensitivity, levels en curves. Uh, grain, dat is korrel sensitivity, dat is de gevoeligheid van je film. En levels en curves, dat is uh, niveau en curve. Maar hier in de pull-down heb ik een aantal filmopties. En dit simuleert eigenlijk oude zwart-wit filmtypes. Een aantal merken zullen de ouderen onder ons nog wel herkennen. En voor de jongelingen, uh, ja goed, deze fabrikanten zijn grotendeels uh, toch wel gestopt met het maken van films. Kodak is zelfs helemaal failliet. Ilford uh, maakt volgens mij alleen nog maar papier. Um, ja, goed. Ga ik bijvoorbeeld inzoomen naar 100 en selecteer ik even een, een stukje hier uh, hierboven, dan zie je bijvoorbeeld goed het verschil. Het is niet alleen uh, het verschil in, in donker en, en licht, zeg maar, in zwart en wit wat uh, aangepast wordt. Links is gewoon neutraal grijs en rechts is dan een gesimuleerd filmtype. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in de lucht dat er allemaal een soort ja, uh, spikkeltjes korrel in zit. Dat is namelijk je grain, je korrel. En dat kun je ook nog gewoon instellen. Je kunt de korrel per pixel instellen. Zet je hem heel laag, dan heb je uh, grote korrels. Dan zet je hem heel hoog. Dan verdwijnt het eigenlijk. Dan wordt de foto ook een beetje softer. Maar je kunt hier dus gewoon, ja, het is geen ruis. Het is gewoon echt een korrel simulatie instellen. En je kunt de korrel ook nog hard maken. Of gewoon een, een lekkere, zachte korrel erin leggen. Een zachtere korrel krijgt wel iets meer nadruk. Dus dan zou ik zeggen: zet het aantal korrels per pixel dan iets hoger. En dan valt het ook weer weg. Dan heb je nog de sensitivity. En daarmee kun je kleurenkanalen bepalen. Je weet dat we blauw in de lucht hebben, groen in de bergen en rood in de daken. En als ik bijvoorbeeld eens aan het rood trek, dan zie je dat dat een kleine verandering heeft. Nou, ik heb met mijn, met mijn control points ook nog een aanpassing gemaakt, dus die zet ik even uit. En dan zie je dat dat alweer veel meer doet. En zo kun je op bepaalde uh, kleurtinten ook nog gewoon aanpassingen maken. En daaronder heb je levels en curves. Als je bijvoorbeeld zegt: van Nou, ik wil mijn zwart echt absoluut dicht hebben, dan kun je dat gewoon een klein beetje aanpassen. Dit werkt gewoon als uh, curve zoals je het gewend bent. En tot slot heb je nog finishing adjustments. En daarin heb je een aantal opties. Je kunt een randje om je foto zetten. Je kunt een uh, burn edges. Daarmee kun je eigenlijk de, de randen een beetje doordrukken. Ook met nagelang of je dat uh, interesseert, zeg maar, of je het vrij vindt. Je kunt er een vignet op zetten. Uh, je kunt natuurlijk een zwarte vignet kiezen, maar ook gewoon een witte. Of lens fall, off. dat is dat, dat ook gewoon ja, dat is ook een soort van vignet eigenlijk. Ik kies gewoon voor een, uh, een zwart vignet. En je hebt daar een toning-optie bij. En dan krijg je eigenlijk een uh, heel rijtje met interessante kleurfilters die ook gewoon toepassing hebben op je zwart en je wit. En ik kies voor deze. En ik klik vervolgens op oké. OK. We gaan terug naar Photoshop en je ziet op mijn laag dat daaronder het woord slim filters komt. Met daaronder Silver FX Pro. Dat is dus uh, het filter wat gekoppeld is aan deze laag. En ik kan natuurlijk het slimme filter gewoon uitzetten. Dan zie je mijn laag oorspronkelijk. Dan hou ik hem aan. Maar dubbel klik ik nou op Silver FX Pro, dan ga ik terug naar het filter. En ik kan daar gewoon weer nieuwe aanpassingen maken. Want wat ik bijvoorbeeld niet zo fraai vind in de foto, is dat de foto eigenlijk nog gewoon een beetje hard is. Hij heeft te veel contrast. Ik zal ook de Selective Adjustments eens aanklikken, kijken wat dat doet. Nou, dat vind ik niet fraai, dus dat hou ik gewoon uit. Maar ik ga bijvoorbeeld zeggen: van, Nou, ik ga het contrast wat, uh, wat verlagen. En dan krijg ik iets meer die, die oude look zeg maar, eroverheen. En ik klik weer op OKé. OK. Ik ga weer terug naar Photoshop. Alle toepassingen worden weer uh, gedaan op mijn foto. En ik krijg gewoon weer een aangepaste foto met deze instellingen. Dus in, in zo'n stadium met slimme filters kan ik altijd gewoon terug naar uh, de basis. En kan ik dingen aanpassen. En dat is de kracht van slimme filters natuurlijk. Verder, Silver FX Pro is gewoon een leuk programma om een foto heel makkelijk om te zetten naar zwart-wit. Oh, natuurlijk, alles kan in Photoshop, maar dit is gewoon vrij makkelijk. Wil je overigens meer weten over de Nick Collection? Klik onderin gewoon op de link om het gratis te downloaden. En kijk eventueel boven in de afspeellijst om meer filmpjes over de Nick Collectie te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!